kijkt naar weer een nieuwe video van Krijg de Kleren. Deze week heb ik een hele bekende gast, want je bent al eerder op de bank geweest. Dat is wel Holly. Hi. Leuk dat je er bent. Gezellig. En wij hebben een hele leuke samenwerking te pakken. Zeker. Ja. Waar ik heel enthousiast over ben. Ja, wij hebben namelijk mogen shoppen bij Alex de Label. En volgens mij is dat een beetje jouw lievelingsmerk wel. Ik vind dat een heel, heel leuk merk. Ja, ze hebben hele mooie pakken en stoere dingetjes. Ja, ik vind het leuk. Ik heb een hele leuke outfit voor je geshopt. Ik voor jou. Hé, maar voordat we gaan uitpakken, we gaan eventjes weer door jouw oude foto's heen. Oh ja, oh hou op. Ik heb je weer iets leuks? Ja, nee, maar nu, vorige keer zat ik meer op de ik als kind foto's. Nu heb ik echt mijn, oh wat erg, mijn oud-zuid middelbare school foto's. Wat je zeg maar de vorige keer niet wilde laten zien. Ja, en waar ik nu overheen ben gestapt en denk, joh, ik ga het gewoon showen met de wereld. Nou kijk, dit... Ja. Is natuurlijk wel echt het hola ten top. En met die haren. Ik heb toch een partij haar hier? Maar dat is een clipje. Nee. Een neppertje. Dit is mijn haar. Echt? Ik heb nog nooit clippers gehad. Dit is 2013. Ik vind je een beetje doorsnee. Ja, het is gewoon heel zo'n doorsnee trutje. Met een lekkere bondkraag. Oei. Ja, hier zie ik jou met mijn moer. Oh, wat erg hè. Maar jij hebt dus heel erg een stijl gehad. Een beetje een doorsnee stijl. Nou, nee ja. Doorsnee, ja. Heel erg... Een beetje truttig wilde ik ineens. Ik was ineens zo heel erg van, oh ja, nou ja, iedereen bondkraagjes en blouses en dingen. Dus een beetje niks zeggend vind ik dat. Als mensen daar nu nog mee lopen, denk ik ook altijd zo, oei. Maar ja, die heb ik ook wel gehad, die periode, ja. En wanneer is die periode dan opgehouden? Nou, ook wel vrij snel hoor, moet ik heel eerlijk zeggen, waar ik ook best wel blij mee ben. Ik denk, gewoon een beetje mijn middelbare schooltijd heeft dit een beetje zijn ding gedaan. Nou, dus dat was tot 2 jaar geleden. Tot 1,5 jaar geleden. Nee, tot... wanneer was ik in godsnaam van school? Weet ik niet, lieverd. Ik denk 2017 of zo. Dat is vorig jaar. Ik bedoel toen ik 17 was. Dus dat wel... Nou, weet je wat het is? Een paar jaar geleden. Ja, hier ben ik ook zo'n... Kijk, hier heb ik mooi haar. Hier ben je zo erg je zus. Maar is het bij jou niet een beetje dat je... Je moeder heeft je heel lang gesteld... Toen heeft ze je losgelaten, ben je een beetje je eigen ding gaan doen. Ja, en toen ging het mis. Ja, en daarna ben je echt je eigen identiteit gaan creëren. Ja, zo. Misschien wel. Toen begon ik echt een beetje te zien wat ik tof vond. En wat ik, dat ik wat stoerder ook stoerdere dingetjes wilde. En ja, dat zuid, dat past ook helemaal niet bij mij. Dus nee, ik ben blij in ieder geval dat weg is. Ja. Ik heb ook foto's. Ik heb nu mijn kleine babyfoto's. Want vorige keer zaten we bij mij in de spinnenpoten. Die wimpers, ja! Oh, ik vind die nog steeds fantastisch. Maar dit is natuurlijk heel snuiter. Ik heb hier een jurkje aan met madeliefjes. En ik wilde vroeger alleen maar jurkjes aan. Geen broeken. Ja, alleen maar ik jurkjes. Ook. Ik ook. En echt boos als ik een broek aan moest. Dus dit ben ik heel als babytje. Schattig. Dit is wel in lijn met wat ik nu aan heb. Ik heb ook altijd printjes nou, aan. Het is in principe wat je nu aan hebt ongeveer. Alleen dan wel een broek. Wel een broek. Ja, je bent overgaan op de broeken. Maar jij draagt nu altijd broeken. Ja, ik draag altijd jeans. Ik ook al veel hoor. Ja. Ook al veel broek. Heb ik een broek voor jou uitgekozen? That's the question. Heb ik een broek voor jou uitgekozen? Oeh. Maar dit zijn echt hele leuke dingen. Ja, dit is echt een hele leuke kleding. Oké. Okay. Spannend. Ja, jij houdt het niet meer hè? Nee, ik jij vind wil het heel leuk. Oké, ik moet jullie even wat vertellen. Ik heb dit pakket al 2 dagen binnengekregen. Ik heb stiekem een beetje gekeken of het de goede maat was. En Hol heeft mij al 3 keer gebeld. En die heeft al 3 keer gezegd: heb je het binnen? Hallo. Ja. Hey, hoe is het, Bobby? Even een vraagje. Heb je alles al binnen? En ik dacht ook dat we de andere dag gingen draaien. Dus ik dacht, heb je het al binnen? Heb je het al binnen? Dus ik ben heel erg enthousiast. Ik heb helemaal bedacht dat ik dit vanavond aan ga doen, denk Echt? Ik. Ja, ik weet het niet. Het zal heel leuk zijn. Maar je weet helemaal niet wat het is. Nee, maar ik gok wel dat het leuk is. In principe vind ik alles leuk. Ik heb natuurlijk de website ook zelf bekeken voor jou. Toen dacht ik, nou, het maakt eigenlijk niet heel veel uit wat ik krijg. Oké, gaan we. Oké, okay, wat hebben we uitgekozen? Kleur. Ja, we hebben zwart. Even kijken. Nee. Hollybrood. Okay. Kant. Ik heb voor jou een kanten. Ah, heel leuk. Flarebroek. En hij is echt super mooi, want hij zit namelijk hoog bij je buik. Ah, oh, dit is een kanten rand. Ja. Super leuk. Echt heel leuk. Oké, okay, dus de flare. Waar ik heel blij mee ben. Oeh. Oh ja, ik ga het ook gelijk pakken. Ja. Doe maar, geef maar. Wow, dit is heel mooi deze stof, hé. Wauwie. Hij is nog mooier dan op de site. Zo, die is echt mooi, hé. Dit is een kimono.
En ik dacht, dan doe je dat gewoon heel mooi los zo op dat dingetje met je zwarte BH. Want dat heb ik namelijk vanochtend even geappt. Kan je even een zwart dingetje aan doen? En ik dacht zo heel kanterig en ja, dan zo dit heel is mooi wel mijn ding. Zijde zo dit eroverheen. Maar dit is toch ook heel leuk in de zomer gewoon met een kort broekje. Mega leuk. Maar ook superleuk. Met een spijkerbroek en een groot t-shirt erom. En dan dit zou heel... Love it. Hij is echt heel mooi, hè? Hij is wel echt serieus prachtig. Oké, okay, nou wil ik. Nou, Bobby Bot kan niet de deur uit zonder een soort van dierenprint slash slangenprint slash... Wat heb je allemaal voor animals? Ik heb een dierentuin in mijn kast. Oh, ja. Moet ik even goed open. Ik krijg niet open. Oh ja, daar is hij. Ik blijf even hier. Ik ga het even uitpakken. Het is heel leuk. Kom op, schiet op. Tum 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 tum. Ja! Dit is een rok. Ja, die is beeldschoon. Oh, die is fantastisch. Die had ik ook voor mezelf moeten nemen. Nou, hij is echt heel leuk. Je mag hem lenen. Ja, super. Oh, die is echt het heel gaat leuk. Weer worden. Met een wit ding eroverheen. Ja, maar en of met laarzen. Dit eroverheen. Want er hoort ook iets bij. Want nu heb je gewoon namelijk een heel pakje. Oh, ik ben mega gek op pakken. Oh, hol, dit is fantastisch. Superleuk, toch? Heel leuk, hè? Echt heel leuk. Oké, zullen we gaan passen? Hey, hol, heb jij nou echt een stijl? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben ook altijd wel van, nou, als ik het leuk vind, vind ik het leuk. Ik kan er soms heel meer een beetje de schattige dingetjes aan hebben. Maar ik kan ook weer super stoer dingetjes aan hebben. Ik weet wel heel goed wat ik wel en niet leuk vind. Dat wel. En wat vind je dan absoluut niet leuk? Ik hou gewoon niet van de te over nagedachte outfits. Dat vind ik altijd zo stom. Heb je nou echt een tip voor de mensen thuis? Ja, draag ook gewoon een beetje waar jij je prettig in voelt. En kleed je ook een beetje op wat jouw lichaam kan hebben. Van als je het zelf leuk vindt, wie ben ik dan om er iets van te vinden dat je dat niet aan moet? Ik vind dit fantastisch. Jullie hebben het nog niet gezien, maar het is zo mooi. Ja? Ja, het, ik zit heb het echt wel het niet is zien, zo mooi. Ja, dit is wel heel leuk. Dit is zo tof. Ja, die broek is dus heel mooi. Want ja, ik sta nu half in mijn BH, maar dit is super mooi. Want dit is dus een soort hoger kantje. En dat jasje is ook echt fantastisch. Ook met een leerbroekje eronder. Mooi jasje hoor. Maar ik had dit nooit zo, zeg maar, als set uitgekozen. Maar bij jou dacht ik, oké, twee verschillende stoffen. Ik weet ook niet of ik het per se bij elkaar aan zou doen. Dan zou ik er wel gewoon echt iets onderaan trekken. Zodat dit los kan hangen. Dit is echt heel mooi. Ja, dit is ik vind mooi. Het echt, het ziet er heel chic en heel stoer en heel gekleed uit. Love. Echt mooi. Dit is wel leuk. Mooi voor een festival of in de zomer. Vind ik dus wel dat dat mag. Met gewoon een BH'tje of een topje. Het jasje is fantastisch. Ja, dat jasje is beeldschoon. Echt beeldschoon. Ja, het is echt een beeldschoon ding. Wat is jouw kledinggeheim dan? Mijn kledinggeheim? Ja, vind jij dat niet moeilijk om dan te zeggen? Mijn kledinggeheim is investeer in sieraden. Oh ja. Omdat je dan gewoon met een simpel zwart colbertje en een mooie jeans en een shirt kan je er al heel gekleed uitzien als je gewoon een beetje uitgepakt hebt met sieraden. Ja. Oké, mevrouw Brood. Dit is wel helemaal jouw ding hoor. Dit is fantastisch. Dit is toch helemaal Bobby? Dit is helemaal fantastisch. Dit heb je zo goed gedaan. Zo leuk. Die rok kan je ook heel goed apart aan. Ik kan er nog in bewegen, want ik haat het als ik ergens niet kan bewegen. Dat heb ik ook. Alles moet lekker zitten. Ik haat kleding wat niet lekker zit. Dit ding kan ik nog met een ander dingetje aan. Die rok is fantastisch. Hij past ook mooi. Je ziet nog een beetje been, want ik heb natuurlijk hele kleine beentjes. We hebben het echt goed gedaan. We hebben echt hele leuke dingetjes. We ik ben heel blij. Heel goed gedaan. Nou, we gaan uit. We gaan uit. We gaan naar de disco. Maar we kunnen ook nog een switch doen, hol. Dat ik zeg maar die leen en jij dit zo. Ik wil dit wel lenen. Mag jij dit ook lenen? Ja. Ja, dat is goed. Alex de Label, super bedankt. Top. Voor de leuke samenwerking. Ik ben er mega blij mee. Jij ook? Ik ook, absoluut. En laat in de reacties even weten wie er nou gewonnen heeft. Wie de beste outfit heeft uitgekozen. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal. En tot volgende week. Doei!